Het is heel belangrijk om in een zo goed mogelijk conditie te zijn voordat u getransplanteerd gaat worden. Daarbij is beweging heel belangrijk. Dit kan in een vorm van training, maar denk hierbij ook aan dagelijkse activiteiten in uw vrije tijd, op werk en in uw dagelijkse activiteiten zoals wandelen, stofzuigen of tuinieren. Uit onderzoek blijkt dat patiënten die voor de orgaantransplantatie een betere conditie en meer spierkracht hebben, na de transplantatie sneller en beter herstellen. Dit geldt zowel voor de korte als op de lange termijn. Met een zo goed mogelijk conditie bent u beter in staat om de operatie goed te doorstaan. Is de kans op problemen en bijwerking na de behandeling kleiner en gaat het herstel veel sneller. Het blijkt ook dat de kwaliteit van leven na de transplantatie beter is als u voor de transplantatie een goede conditie had. Om in een zo goed mogelijk conditie uw transplantatie te ondergaan, wordt het uitvoeren van het dagelijks oefenprogramma geadviseerd. Dit heet prehabilitatie. Het doel is invloed uit te oefenen op uw algehele gezondheid. Hoe sterker iemand een operatie ingaat, des te groter is de kans dat degene er sterker uitkomt. Dit oefenprogramma wordt speciaal voor u op maat gemaakt, want elke patiënt heeft zijn eigen uitdagingen om rekening mee te houden. Sommige patiënten kunnen nauwelijks de gewone dingen uitvoeren, zoals werken, stofzuigen, boodschappen doen. Een paar keer per dag de trap opkomen is al een hele uitdaging. Zelfs dan kunt u nog gedoseerd bewegen en lichte oefeningen doen. Ook dit valt onder prehabilitatie. Elke vorm van beweging telt. Een kleine toename in conditie en spierkracht heeft al een groot effect op de gezondheid. Complicaties vertragen uw herstel en kunnen leiden tot blijvende schade en een verminderde kwaliteit van leven. Daarom is het belangrijk dat u zelf gemotiveerd bent om aan uw conditie te werken. Uw zorgverlener wil u ondersteunen om zo goed als mogelijk fysiek voor te bereiden op de operatie. Bewegen en of trainen in de wachttijd voor een transplantatie is vaak uitdagend, omdat u vaak al lang ziek bent. Uw conditie en kracht wordt beperkt doordat uw orgaan niet meer goed werkt, maar ook omdat uw voedingstoestand verminderd kan zijn. Dit kan leiden tot vermoeidheid en psychologische problemen zoals stress. U zult zich steeds zwakker gaan voelen als u hier niets aan doet. Daarom is het advies om samen met de behandelaar van uw transplantatiecentrum te bekijken welke opties er zijn om zo optimaal mogelijk in beweging te zijn en realistische doelen hierbij te stellen. Het belangrijkste is dat u in beweging probeert te blijven om uw kracht en conditie te onderhouden of mogelijk zelfs te verbeteren. De adviezen die u worden gegeven in deze filmpjes gelden voor alle transplantaties. Echter, het is belangrijk om te beseffen dat er ook specifieke adviezen zijn over trainen en bewegen per transplantatie en dit kan zelfs per patiënt verschillen. Niet iedereen is hetzelfde. De training- en bewegingsadviezen bij een longtransplantatie kunnen bijvoorbeeld anders zijn dan bij een niertransplantatie. Deze specifieke adviezen krijgt u persoonlijk van uw zorgverleners te horen.